Angels. Als je dat zou willen doen en jezelf beschikbaar houden voor mogelijke interventies, zou dat fijn zijn. Over. Ja, dat is vernomen. We gaan op surveillance tussen Blokkenpark en Verrekt debiel! Helsinkjes over. Top, dat is begrepen. Over net. Panda 2? Ja, Zend. Zet jij u hier links op die parking? Ja, dat is goeie. Ja, witte Porsche. Nu al? Ja. Ja, ik zie hem. Ga maar over tot het controleren van het voertuig, hè. Want dan zullen jullie zelf ook al wel geweten hebben over. Ja, moet even volleggen. Top, ik zou graag van één iemand een constante update willen hebben over. Aan zijn aan zijn kant over. Zijn u berucht? Ik ben 1 minuutje weg, ik ga even naar het toilet. Oké, okay, dat is begrepen. Was voor roekeloos rijgedrag of voor ja, die kwam nogal vrij hoge snelheid alle voorbij. Eenheden. De brandweer gaat een brandoefening houden. Jullie mogen dat gewoon negeren. Maar het is dus een oefening, nu jullie dat weten. Over. Ja, Panza 1, we hebben hier dat voertuig op een parking gezet. Dat gaat hier om een witte Porsche. We staan bij een winkel op strand. We gaan die tegenhouden voor serieuze hoge snelheden. Zou je de motor kunnen stilleggen en een raam kopen doen? Oké, okay, dat is begrepen. Dank u wel. U enig idee waarom wij staande houden? Nee, eigenlijk niet, meneer. Niets? Nou, mijn collega had u zien voorbijrijden aan de vrije snelheid. Zet u bericht? Ik ben terug beschikbaar. Over. Top, dat is van hem. 116, zoiets.
Zo, nog eens bekijken, zo meteen. Want ik heb mijn cruise control bijgesteld. Ja, daarom heb ik mijn cruise control bijgesteld. Ik ga toch even uw papieren vragen van de auto en identiteitskaart als gewild. Voilà. Panzer 3 voor Sikant. Zijn u bericht? Persoon die we hier hebben tegengehouden, dat is Johan Vermeulen. Oké. Okay. Dat is een bekende naam bij ons, over. Met rijbewijs. Nummerplaat is OHS769. Ik ga deze eens even checken in de auto, hè. Is goed. Ja, de persoon is gevonden in het systeem. Hij is om de 06-18-2019 om 12:26 heeft hij ook een bekeuring gehad op het bezit van 50 illegale substanties. Dus u heeft toestemming om het voertuig te doorzoeken en eventueel te kijken of er terug opnieuw illegale substanties in zitten, over. Is goed ontvangen. Top. Ik moet wel direct weg, dus hoe lang doet dat hier nog een beetje, hoe lang doet dat duren, want ja, ik weet nog altijd niet wat ik fout heb gedaan. Wat je fout hebt gedaan, is uw hoge snelheid daar juist op de snelweg. Ik heb geen hoge snelheid, ik heb mijn cruise control gesteld op 116. Ja, maar mijn radar heeft 160 aangetikt. 160? Ah ja, dan moet jij je radar weer opnieuw vervangen, want dat is 116. Nee. En het moment dat je mij passeert, komt je ook nog eens vrij roekeloos tussen een personenwagen en een paal voorbij geschoten. Dat heb ik op dashcam staan. Ja, omdat ik wou in de zijkant gaan staan voor je meneer, maar omdat ik verschoot van uw sirenes, ben ik een klein beetje stuurcontrole verloren. En kijk ik nu een schacht op de zijkant van mijn auto, maar nee, ik had door de fik zien. Een schaar, dat is een heel teug, uw hele voorkant is weg. Nou, voor mij is het een schartje, misschien een nieuwe koplamp. Voor mij is er niet veel aan. Veel koplamp is er niet meer aan, nee, dat klopt. Maar goed, mijn collega gaat verder met u in dialoog gaan. Hè. Ja, veel schiet er niet meer van over. En nog steeds geen van de VAP online, dus we kunnen niemand bellen. De auto mag je stil laten liggen. Ja, sorry, het is een nieuwe auto, weet al hier en daar. Ik klap wel met mijn knie tegen de startdingen starten op kunnen. Goed. Ik zie dat jij dat strak ook al tegengehouden zit geweest. Klopt dat? Wat moet ik? Ik zeg, ik zie dat jij dat strak ook tegengehouden evaluatie binnen de staat. Negatief. Negatief, oké, dat is begint. Dat kan. In ieder geval, toen hebben wij betrapt op bezit van verdovende middelen, dus we gaan even de wagen nakijken en u fouilleren. Wat betreft de auto, die staat geregistreerd, maar is ook nog niet verzekerd. Maar hetzelfde verhaal als er straks dan. Ik vond dat dan een punt.
Metal, dat moet nog naar Brussel. Ja, ja. Dat duurt dat maar... al langer, je kent dat wel, hè. Dat laten we er nog buiten, maar we gaan in ieder geval de auto even doorzoeken. Als u even zou willen uitstappen, alstublieft. Ja. Zou u zich even tegen de wagen willen zetten, meneer? Ja. Ik heb legale dosis mee van drugs. Hè. Goed, dan mag je mij die alvast geven. Dat ik eens kan zien. Panza 1 als je kan over. Dat is het enige wat je bij hebt? Ik heb... mijn game is gecrashed, dus ik moet even mijn GPU-drivers updaten. Dus ik ben telkens even uit dienst. Ah, oké, dat is begrepen. Oké. Goed. Je mag hem even omdraaien, dan ga ik toch zeker voor de zekerheid even fouilleren. Ja. Ligt er nog iets in de wagen? Er ligt niets meer, mocht je kijken. Ja. Oké. Okay. Op het kren zetten. Ah nee, onze wagen is beter, dus dat is niet nodig. Ja, dat is leeg, hè. Zat inderdaad niks meer in de wagen, dus dat is in orde, hè. Ja, dat zal wel zijn, dat zal wel zijn. De drugs zijn bij de porselein, meneer. Dat is... Ja, tegenwoordig hier in Antwerpen, weet je maar nooit. Ja, Antwerpen, ja. Goed. Ja. Even kijken, dan resteert alleen de boete nog voor het te snel rijden. En dan denk ik dat wij alles afgehandeld hebben. Maar Ja, zegt u maar. Oh, nee, het is goed, het is goed. Nog iets van boetes? Ja, maar meneer, er zijn veel papieren nodig. Ik heb eens doorzoeken. Dat snap ik, dat snap ik. Het was gewoon een vraag, snapt u? Precies ongeduldig. Goed. Nee, maar... Ah, meneer heeft een beetje gehad. Ik wil weten dat mijn acte staat. Ja, haast altijd aan meneer, maar ik kom van een kleine zelfstandige, moet ik mijn geld verdienen. Een kleine zelfstandige zal er denk ik toch wel niet zijn met uw Porsche. Ja, kijk meneer. Ik ben geen kleine zelfstandige, maar ben toch al wel time is money, hè. Een middelmatige zelfstandige dan. Ja, ja, pak. Goed. Als het goed is, zijn we alles afgehaald, dus dan mag u vertrekken, denk ik, niet collega. Ja, inderdaad. Goed, nog een prettige dag verder. Ja, jullie ook, hè. Even mekkeren voordat hij vertrekt. Kevin. Ja? Dan gaan we onze posities terug innemen. Hè. Ja, dat is goed. Hè. Zullen we even wachten tot meneer hier vertrokken is? Vlotjes. Ik weet
vind het wel schitterend dat we hier nou meteen weer tegenkomen, man. Oh ja, ik zeg voor te switchen van positie, meteen komt hij hier voorbij. Hij heeft echt gewoon pech. Ja, echt waar, die zal denken, god, zijn gewoon op mij aan het kijken, jongen. Ja. Oh, zalig. Ik vind het wel goed, jongen. Twee keer als we in zo'n positie gaan staan. Ja. Hij is gewoon een pechvogel, zullen we het daarop houden. Joh, jij hebt alles al ingegeven in de... Nee, ik weet niet welke boetes dat ik heb gegeven, dus... Ik heb hem alleen boete gegeven voor te snel rijden. Ah. Ja, voor de rest moet niet. $300. Moet ik? Wat zeg je, jong? Anders vul ik hem in, hè. Ja, maar ik ga dingen, de Steam overlay even pakken. Goed, goed. Oh. Dat is niet de juiste. Kevin, wat je wel even kunt doen, is de stiekanaal op een hoogte brengen. Van deze aanhouding? Ja, deze beboeting. Ja. Goed. Panzer 2 aan de stiekant. Zijn de bericht? We hebben net die persoon staande gehouden met zijn witte Porsche. Die had een legale dosis verdovende middelen bij. Okay. Wij hebben hem een boete gegeven voor te snel rijden. En in zijn wagen was ook niks aangetroffen, dus hij is vrij vertrokken. Oké, dat is begrepen. Gaan jullie nu verder op dienst, of wat is het plan? Over? Wij gaan nu terug op positie staan, gelijk dat wij daar strak gingen staan op de snelweg ter controle. Top, dat is vernemen. Fijne dienst. Dank u. Hoeveel boetes en welke? Alleen rijden, 30 plus. En dat is €300. Te snel rijden. Ja. Oké. Anders, hè. Moeten wij eens zien, als jij harder rijdt als 50 per uur, als we dat effectief kunnen vastleggen, dat we ook effectief het rijbewijs kunnen trekken. Wesley? Ja, dat is sowieso de bedoeling. Allee, ik doe dat toch. Ja, maar 160, je mag 20, dus dat is juist. Ja. Ja, en correctie, hè, 6 per uur. Ja, ja. Ja. Dan red je nog maar één keer één per uur te snel, hè. Ja, ik heb mijn radar op 127 staan hier, dus. Ah ja, dat is 1 per uur te hard als je dan afgaat, hè. Ja, ja. Dan zetten, hè. We gaan terug op positie staan, hè. Ja, ik sta op positie dan. Ja, zet je zo'n beetje daar schuin achter die dingen, hè. Oh, ik ben in de stal waar jij staat, dan kan ik direct oprijden als hem hier voorbij. Want als ik hinder sta, dan kan ik niet direct oprijden, want dan staan die auto's door bij de Ah, zo, ja, oké. In elk geval, ik ga rap tanken en dan ga ik terug in positie staan. Ja, ik ga op lampenhuis pakken. Zeker. Heb je die gezien, Panzer 3? Welk? Er geen Mercedes hier een beetje gevaarlijk over de snelweg rijden richting Sandy, maar daar zijn we al te laat voor. Kijk, 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 kijk.
Bravo 2 voor Sikant over. Zijn te bericht. Ik ga niet mijn T6 opleiding. Dat is begrepen. Is er nog iemand aan het patrouilleren tussen de Hells Angels en het Blokkenpark over? Panzer 3 flash momenteel achtervolging op Mercedes nummerplaat NYZ056. We zitten op een snelweg richting stad. Ja, ik zie jullie op de radar. Als de beschikbare ene zouden kunnen aansluiten, slaan we rechts af richting die straat van de pier is daar. Draai je links af, richt verder stad in. Draai je rechts af. Bravo 1, je mag de plaatsen. Draai je links af. Wat is je snelheid, Panza? Standby. Oh, persoon is gecast, persoon is gecrashed. Persoon is gecrashed. Oké, dat is begrepen. Er zijn 1-1 onderweg, hoor. We staan bij het politiekantoor in de stad daar, bij die kanalen allemaal. Handen omhoog, politie! Zendt u bericht? Er staat hier een camion te midden te kruispunt en die rijdt niet meer. Politie! Dat is begrepen, controleer het even, maar ga nu even op de collega's af alsjeblieft, dat die een goede staanhouding kunnen hebben over. Waar is in de locatie? Ze zijn nu ter hoogte van het van de botendoks. Als u nu rechtdoor rijdt, dan bent u er. Hola, blijven staan. Ik zal u even instructies geven. Blijf rechtdoor rijden. Ja jongen, ik ga u boeien, hè. Persoon is in de boeien geslagen. Zouden wij in een ambulance ter plaatse kunnen krijgen? Sikant gaat er proberen voor te zorgen. Eén mankje. Oh jong, en al direct dingen daar. Het nieuws. Wat er al die jongen. User joined your channel. Ja, we hebben een ambulance gevraagd om ter plaatse te komen. Als je sturen naar de ambulance medewerker, dan is de ambulance onderweg. Ik heb wel een probleem. Zeg dat nu nog eens. Ik heb een technisch probleem. Hoeveel collega's zijn er te plaatsen, als ik mag vragen? Nou, hij is aan het komen. Vier. Goed. Dus ik, ja, daarom ben ik ook van u. Alsjeblieft. Zeg dat nog eens, jong, want ik heb dat slecht verstaan. Dat mijn vader aan het koop is en dat ik daarom zo hard reed. Snapt u, ik moest op plek zijn, hè. Voor te gaan eten of wat? Ja. Nou, zo. Maar ja, dat is nog altijd geen reden voor de andere weggebruikers in gevaar te brengen, hè? Nee, dat snap ik, meneer. Goed, in elk geval, we hebben een ambulance gevraagd om ter plaatse te komen bij ons. Die gaat u onderzoeken. Als je dan in orde bent, dan ga je even met ons meegaan, hè? Is dat hier uw wagen ook? Nee, ja, dat is mijn wagen. Goed, ik ga eens even kijken of ik wat ID op u kan vinden. Ja, is goed. Maar ik voel me al eigenlijk al beter, dus die ambulance is die nog uiteindelijk ter plekke een beetje een patikaal was. En dat ik nog zal terugkomen met controleren. Ja, maar ja, je zit hier frontaal op die muur gebotst, dus we gaan sowieso even een ambulance laten komen voor u te laten nakijken, hè, want... Waar zit die ergens? Kunt je dat zeggen? Mijn ID? Ja... Uw ID-kaart, waar zit die bij u ergens? Links in mijn broek. Heb ik hem? Ja, ik heb hem juist gevonden, hè. Stefan Laar. Oh, ik weet te vernemen. Ja, oké. Okay. Ik denk dat ik wel een idee heb. U mag de achtervolging inzetten. Ik stuur een collega op af. Over. Ja, dat is vernomen. Uw locatie, zou ik nog even mogen weten? Ja, ik sta rechts bij het ongeval. Ik kan helaas niet in mijn bus komen, over. Jawel, dat is aan de andere kant instappen en slash shift doen.
Panza 4 voor de Sikantoor. Zijn er bericht? Kunnen u voor ons de kenteken van de witte Porsche al en kunnen we dat in ons INPR systeem zetten over? Ik heb nog een keer Het kenteken van de witte Porsche, ik ga dat zo dadelijk doen. Ik ben nu even bezig met het transport van de ambulance. Over. Is die ambulance al onderweg of? Normaal wel. Zou u mij mijn boetes al kunnen geven? De ambulance is toch niet gearriveerd? Oké, okay, de ambulance is nu geplaatst. Ja, dan gaan we het samen eens op het bureau aan. Doen, hè? Ah, ja, dan zo. Je zou niet moeten rijden, denk ik. Nee, dat klopt. Daar hebt u gelijk in. Maar ja, ik kan het niet terugdraaien. Nee, dan mee, maar ik kan ook geen. Niet, Ja, de ambulance is erbij te plaatsen. De Panza 3 voor de ziekant. Je persoon die dat hier gecrashed is, dat is Stefan Laar. Ik controleer dat heel even. Even mijn notter aan de kant, want ze kunnen er niet meer door. De persoon is gisteren nog bij ons langs geweest in negatieve zin. Dus als hij bij bewustzijn is, zou ik hem toch graag even mee willen voor een basisverhoor. Persoon is bij bewustzijn. Ja, oké. Okay. Ja, maar we willen die eerst even laten controleren door een ambulance. Ja, laat hem even controleren door een ambulance zo dadelijk. Maar probeer, laat hem niet weggaan alsjeblieft, want... Is ik kan staan boeien, dus ik kan niet weg. Ja, ik kan niet weg. Oké, okay, dat is begrepen. Ambulance is ter plaatse. Ja, we hebben al één voor zijn kant over. Zijn het bericht? Ja, voertuig kwijtgeraakt helaas over. Ja, dat is geen probleem. Dag Glenn. Was het voertuig laatst gezien over? Oh, het is Joost, sorry. Joost mag het weten. We hebben misschien wegrijden Joost. In de andere richting waar daar al onze auto's allemaal naartoe staan. Goedendag, mijn heren. Jongens, we met locatie hier zijn we dus. Hallo, ja, dat is. Ja, dat is locatie Soundrock voor Drive met verspoed, je kent ons over. Dus, de persoon is zo net hier frontaal op die muur gecrashed. De persoon die dat is gecrashed is eerst eventjes buiten bewustzijn gegaan. En ja, dan hebben we het hem hier neergezet met de handboeien aan. Dus als jij even zou willen kijken of dat die in orde is, en als die in orde is, gaan we die mee pakken. Sikant. Sound muted. Hopelijk hebben jullie nu iets van mijn verhaal verstaan. Heb je mijn verhaal gehoord of? Ja, ik heb het in mijn verhaal, mijn collega's zitten weg, denk ik. Moet ik het nog eens doen dan of? Ja, terug precies. Meneer. Ja, pijn. Zij? Lichtjes hoofdpijn. Zij? Lichtjes hoofdpijn! De Stef wordt agressief. Is er nog wat? Nee. Niet aan uw nek of aan uw rug? Nee, het viel mee. Het was niet zo'n heel harde... Voor mij kwam het redelijk zacht aan. Oké, jongens, die Joost zit dat toch goed daar. Pijn. En dan denk ik dat het niet verder nodig zeg, is. Dat zijn al. Zeg, Joost, nu niet voor het een of het ander, hè? Maar, uw lampje, dat zou normaal rood moeten zijn. Ja, dat ziet er een beetje bruin uit. Rijn, wat is met mijn lampje? Dat ziet er een beetje bruin uit. Ik weet niet wat je daar allemaal mee hebt gedaan met Ander, maar... Ja, dat had je een Ander moeten gaan vragen. Ah, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik afkuisen.
Is die persoon nu in orde voor de brandweer en voor de ambulance of wat gaat er nu gebeuren? Wat moet er nu nog gebeuren met de persoon? Ja. Neem een pak met water, maar hij heeft handboeien aan. Ik zal ze even los doen voor u. Jordi, je stemt al de standaard, vriend. Heeft u een schat? Ja, ik heb hier toch nog iets in mijn zak. Moet oprichten. Nee, er is een flesje water en een pijssel. Dankjewel. Oek, oek, oek. Oek, oek, oek. Oei, opium. Wie zou dat zijn? Ik... Kevin, kun je eens kijken wat die een opium daar in een keer is? Sorry, ik denk dat het volgens op is. Voor dat? Gent, we kunnen niet meer veel doen, we beschikken, oké? Oh. Wat blieft? Wij kunnen niet meer veel betekenen. Wij mogen het dan meepakken? Ja, als je spel gekregen hebt, geen veel meer rechts. Oké, okay, dan, nee. Dan gaan we het dan meepakken, dan zijn jullie bedankt. Ja. Collega met het busje, als jij hem dan even kunt transporteren in uw busje, dan gaan wij u volgen. Ja, zeker. Sound resumed. Panza 3 voor de ziekant. Zijn er iets? Die persoon is zo net vrijgegeven door een ambulance. Een collega, agent in opleiding, ik weet niet juist wie. Ga je hem meepakken naar het kantoor. Ik rij hem achterna samen met Panza 2 voor de afhandeling van de documenten en papieren. Ja, dat is begrepen. Ik rij mee met Bravo 1, is dat? Ja, dat is goed begrepen. Top, dank voor het werk, jongens. Bravo 1 voor Sikant, wat Bravo 1 verwacht op de locatie daarover? Haal uw bericht alsjeblieft even. Ja, wat de Bravo 1 verwacht op de locatie om verdachte over te brengen over? Nee, dat is niet nodig. Wel bedankt voor de vraag. Welke persoon is hem nu aan het transporteren? Bravo 2. Jij mocht Prio 2 rijden gewoon door naar het kantoor. Oké, is weer rekening. Dan zijn 1 aan het ziekenkantoor. Zijn te bericht. Ik ga terug naar de post op de autosnelweg over. Oké, dat is...